vandaag? Nou, ik zat te denken aan een paar kniebeschermers. Oh, ja. Elleboogbeschermers, ja, ja. Misschien voor mijn polsen, iets voor mijn enkels. Maar verder niks. Speciaal voor de making of een fleurig onderbroek aangedaan. Kijk eens thuis. Zweten straks. Dit is Ron. Ron heeft met ons de dans gerepeteerd. Doe maar lekker strak, Ron. Ja? Ja, doe lekker strak. Nee, ik ben blij dat jij er bent, Ron. Ja. Anders had ik Vetje natuurlijk helemaal lens geslagen. Ben je er klaar voor? Oké. Ik wacht natuurlijk op Vetja, want het ziet er zo niet echt springen natuurlijk. Nee, maar als hij struikelt, dan kom je wel terug ook meteen. Ja, ja. Ik ga niet verder dan dit. Dan wacht, als hij er niet is, dan weet ik dat er iets niet loopt. Ik ben zo onder zijn huis dan. Ik ben gewoon bang dat je in je enthousiasme te veel risico neemt. Oké. Goed. Ja, je bent bezig met je choreografie, maar je denkt niet na dat we konden gewoon daaronder doorrollen en dan zit je 30 meter boven de grond. Het is een beetje vet letterend. Het moet ook vader en zo, hè? Dus het zou een beetje lullig zijn als nu. Gaat het een beetje vet, ja? Ja. Fantastisch. Heerlijk. Ik dacht, ik ga er nog even een klap in geven, maar toen zei Antoinette, ja, maar toch is Rob niet iemand die zomaar een hoek geeft, dus zo stoer is mijn rol dus helemaal niet. Nee, die nieuwe is één ding te veel. Goed, jongens, volgens mij ben ik gerapt. Actie! Ik hou hem iets langer daar, want we zijn in beeld. Goedenavond en heel hartelijk welkom bij Shownieuws. We beginnen vanavond met een ernstig ongeluk op de set van de nieuwe Nederlandse film Loft in België. Regisseur Antoinette Beumer, de cameraman en enkele crewleden staan op een 4,5 meter hoge stellage te filmen als deze het plotseling begeeft. De zwaargewonde Antoinette en de andere crewleden worden direct naar een Brussels ziekenhuis vervoerd. De schrik zit er heel goed in bij alle medewerkers van de film die dat voor hun ogen zagen gebeuren. En zij is echt zwaar gewond, onder andere een gebroken kaak, allerlei kneuzingen heeft ze een pols gebroken. En ja, het is een enorme streep door de rekening. Je moet weten dat een filmopname een heel precies gepland gebeuren is waar heel veel mensen bij betrokken zijn. En de regisseur is de spil die dat allemaal in goede banen leidt. Ja, het was echt heftig. Ja, het is hier in de studio waar we nu zitten, dus in Brussel. Ik was er wel die dag, maar ik was er niet aan het draaien. Vetja die stond volgens mij klaar om zijn scène te spelen en die draait zich om en die ziet 6 man naar beneden lazen. Ik hoorde een krak en ik hoorde gegil en ik kan zeggen, niet eens tijd om te schrikken. En vervolgens zie ik 5-6 mensen op de grond liggen en Danny die heel erg aan de pijn had. En ik heb nog 2 keer Antoinette geroepen, maar die reageerde niet. Ja, ik weet niet, ik raakte niet in paniek, ik werd eigenlijk heel kalm, maar ik dacht gelijk, ja, dit is helemaal niet goed. Danny en Antoinette die gewoon met kaakfracturen en beenfracturen horizontaal de studio verlieten. Het was echt een kippenvel eigenlijk. En het is heel erg hoe dat werkt. Ik dacht ook gelijk, oh god, de planning, want ik ben nog met iets anders bezig. Dat is ook heel stom hoe dat werkt. Ik denk, oh mijn god, wanneer moeten we dit afdraaien? Nee. Antoinette Beumer, de bekende regisseur en volgens mij zus van actrice Femke Jansen, toch? Ja, die is ongelooflijk te val gekomen tijdens de opnames van de thriller Loft. Nou, dat weten we allemaal. Maar deze stoere dame ging vandaag gewoon weer aan de slag. Antoinette deelt inmiddels weer als vanouds de lakens uit op de set van Loft. Maar helemaal hersteld is ze nog niet. Danny en ik stonden hier boven en dit is gewoon zo helemaal naar beneden gevallen tot hier. Ingestort, dit hele stuk. Danny en ik stonden op het hoogste punt naast elkaar. De Vetja stond daar, waar die nu ook staat. Wij
wilden dit shot maken met de zware dolly. Maar dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Die stond hier bovenop. Dat is ons geluk geweest. En als die hier had gestaan, dit shot hadden we willen maken. Als we dat gemaakt hadden, dan hadden we nu niet meer geleefd. Dan was die dolly was boven ons gekomen. Godzijdank is alles weer goed gekomen. En staan ze nu met krukken en hoe noem je dat, beugels. En helemaal vastgesnoerd staan ze te regisseren en te filmen. Maar het gaat wel goed. Hier, een lijk vastgemaakt aan een handboei. Die spreuk, mes. Allemaal in onze loft. Kom op. Iemand weet ervan. Van onze deal. Kan niet anders. Heeft iemand zich ooit verluld? Willem, jij? Nee, waarom ik? Weet ik veel, met je dronken kop of zo. Ik heb altijd alles volgens de regels gedaan. Je hebt nooit de code van het alarm aan iemand gegeven. De code ingetoetst terwijl iemand stond mee te kijken. Nee! Waarom zitten jullie mij ineens aan te kijken, verdomme? Wat wil je nou eigenlijk zeggen? Luister, misschien wil er iemand wraak nemen. Misschien wil iemand dat dit allemaal uitkomt. Wie zou er wraak willen nemen? Weet ik niet, Tom. Jaloers vriendje, afgewezen minnares, zoiets. Hé, jongens. Zit er iemand van ons in de problemen? Grappig trucje wat je met je telefoon moet doen in kleedkamers, namelijk als je vroeger met voetbal was dat zo dat in kleedkamers altijd heel gevaarlijk was wat je met je telefoon moet doen, maar dit moet je dus met je telefoon doen. Kun je dat niet doen? Je zag net hoe Gijs reageerde. Gijs daar heb ik het minst mee. Gijs vind ik als mens ook onsympathiek. Misgunner. Luister mee, Chico. Gijs is een hele aardige jongen. Ik heb hele lastige collega's eigenlijk. Chico Kenzari, die speelt Tom. De jongere broer van Bart. Die vond het allemaal heel erg spannend, wat het ook was natuurlijk. Hij is ook als laatste gecast, dus daar hebben we hem ook een tijdje mee gepest. Of hij al zeker wist dat hij het was geworden, terwijl we al aan het draaien waren. Chico is gewoon ook een jonge hond. Niet jonge hond van, ik doe maar wat, maar echt heel gericht, heel gefocust. Ik vind een heel prettige acteur om mee te werken, omdat hij aan de ene kant kun je heel erg met hem lachen, aan de andere kant kan hij ineens bloedserieus. Ik moet me wel concentreren, ja. Gewoon die tekst ken je nou wel. Ja, dat is dan niet makkelijk. Het is sowieso niet makkelijk om überhaupt met Jeroen om te gaan. Ja, maar vragen zij zich af waarom Rob dit nu vertelt? Nee, denk ik niet. Heb jij een pizza besteld, Chico? Ja. Niet? Het is verschrikkelijk. En het is verreweg de knapste man in beeld bij ons, denk ik. Dat is Chico is internationale klasse. Ik zou het ermee kunnen. Hey! Je komt toch van een ander feestje te zien of niet? Ja, ja. Hey, ik ga je even voorstellen. Dit is een vriendinnetje van me. Uh-huh. Dit is... Dit is... Meisjes, ik ga deze meneer even meenemen. Ja, kleine kusjes, ja. Gaat hij. Kom maar, even deze kant op. Even een kleine vergadering hier. Zo, daar heb je mijn broer, die gaat me natuurlijk weer de les lezen. Bartje. Pietinnetjes van Kimmy of ben jij een babysit? Jezus, Bart, ik schrik me kapot. Maar ja, daar gaan we volgens mij niet meer. Vind je dat zo? Nee. Ik ga dat natuurlijk uiteindelijk heel anders. Nog eens dan. Jezus, Bart, ik schrik me kapot. Bart, ik schrik me kapot. Kapot. Ja. Jezus, Bart. Ik schrik me kapot. En dan komt er nog meer, hè? Tekst. Waarom zouden wij hier een loft willen huren, Mat? Ik denk dat jij wel weet wat ik bedoel. Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt, ja. Maar ik ben niet zo. Maar dat weet je. Trouwens, Rob ook niet, denk ik. Zijn we niet allemaal een beetje zo? Of zouden we niet allemaal heel graag een klein beetje zo willen zijn? Als jij het zegt. Fetje, ik heb gewoon een enorme zwak voor Fetje en ik zou elke film met hem willen doen. Fetje is altijd heel precies en is eigenlijk een regisserend acteur. Dus die kan ook heel goed dingen teruggeven over wat jij staat te doen. Is zich heel bewust van wat de kracht is van wat hij staat te spelen.
En dat maakt hem tot een ijzersterk, charismatisch acteur die weinig nodig heeft om te overtuigen. Er is tegenwoordig echt niks op de buis gewoon, ja. Echt niks op de buis. Ik heb deze al gezien. RTL Boulevard. Het schijnt heel interessant te zijn. Ja. Goed? Ja. Oké. Okay. Einde draaidag. Iedereen ontzettend bedankt voor vandaag. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad, maar ook wat ik al zei, met al die mensen die ik al kende. Met Antoinette ook. We hebben ook heel veel gelachen, dat is ook belangrijk. Dus en een toffe film filmen, en nog een WK, die tot een WK-finale, nou dat is natuurlijk mijn zomer, kan niet meer stuk. Ja, als je dit zo allemaal achter elkaar zet. WK voetbal, een dochter gekregen, een grote rol in een speelfilm. En het ongeluk van dingen, ja, dat is te gek. Nee, het was wel een turbulente loftfilm, inderdaad. Ik ben vooral heel benieuwd wat het eindresultaat is. Ja. Loft is natuurlijk in eerste instantie een reeds spannende publieksfilm. Het is echt wel bedoeld voor het grote publiek. Je moet hem zien en dan de reden om hem nog een keer te zien is heel erg duidelijk. Omdat je gewoon dan langzaam waarschijnlijk al die puzzelstukjes... Dus je denkt, ah ja, zie je nou wel. En daarom gedroeg hij zich zoals hij zich gedroeg in die scène. In die zin is het wel, hoop ik dat het herkenbaar is, spannend. En dat je daarna ook denkt, gelukkig dat ik niet in dit verhaal zit. Dat een beetje opluchting.